Dames en heren, goedenavond. Het is de Beethoven 250 jaar geleden. En ik dacht van, ik ga het stuk een beetje doornemen. Er staat sonate in F. Sonate is eigenlijk een klinkerstuk. Een klinkende sonate. En in F, ik dacht van, ik hoor heel vaak dat mensen zeggen van, oh ja, het stuk staat in F grote tekst of in F majeur. Maar wat betekent dat eigenlijk? En ik dacht van, ik heb nog iets gevonden. Dat staat op mijn kamer en dat is het zang van Sarah de Overput, die in dezelfde tijd van leeftijd uit Engeland. Die heeft dus een methode gemaakt waarbij je heel goed in de klasse kon je dan heel goed kijken wat het was. Dan zie je hier de toonladder. En dan ziet u hier zo staan. Do, re, mi. En als je zegt van ik heb do, dan is dat altijd een grote tekst. Dus elke keer als je stuk het staat in C majeur, of in F majeur, of in G majeur, dan is G altijd de do. En dan kunt u altijd horen. Do, mi. En misschien is het wel een keer leuk als deze rij zingt. Do. En dan deze rij zingt dan de mi. Dan staat dan, dat begint op een la. La, do, la, do. Als deze groep weer de la zingt. La, do. En dan horen we hier, dan horen we hier de kleine tekst. Dat wil zeggen dat u dan een beetje weet, elke keer een stukje in een kleine tekst hoort, dan is altijd de G de la, of de A is de la, of de vies is de la. En het begint dus met de derde stuk, dat is de grote Beethoven-sonate. En ik dacht, vind ik ook wel leuk om even te, wat is nou een sonate? En Beethoven is eigenlijk bekend geworden om zijn sonatenvorm. En wat is dat? Dat is eigenlijk een eerste gedeelte, een A-gedeelte, dat wordt dan herhaald. En dan daar krijgen we een B-gedeelte, dat noemen we als ingewikkeld woord, doorwerking. En dan daarna soorten met elkaar vermengd en dan daar uiteindelijk een reprise, alles komt weer bij elkaar. En dan hoort u bij, ik heb een stuk gevonden waarbij een kleine sonate van Clementi, de tijdgenoot van Beethoven, en dat is een heel kort stuk, maar daar hoort een beetje eigenlijk het vormprincipe van een sonate in. U hoort hier de do. En nu gaat hij transponeren naar een andere toonsoort. Dat is dan, we beginnen met een voorteken toonladder. En dan gaan we naar een inkruif toonladder. Dan hoort u. Thank you.
de Beethoven-sonate, die begint met een idee, met dit idee, twee akkoorden.
aantal, dat fruitconcept van Rink is eigenlijk op dezelfde manier gecomponeerd. Het eerste deel op een sonatenvorm. En het laatste deel is een rondo, en dat wil zeggen een herkenbaar themaatje, en dat wordt dan elke keer afgewisseld. Dan daarna horen we ook een van Haydn, en dat is de uit de Schöpfung, horen we dat volendig is dat Kroonswerk. En dan hoort het eigenlijk een fuga, want Carl Philipp en Manuel Bach die gingen echt voor een mooie melodie. Maar Haydn zegt, ja, het is wel jammer als we dan de oude meesters vergeten is, die is toch onder invloed van Händel en Bach, heeft die fuga gemaakt en dan is het een thema.
Thank you.
Thank you.